Ik ga hier trompetkallekokerworm, ja, zo heet het ding, trompetkallekokerworm, een exoot uit Australië, ga ik opscheppen, want daartussen zit een nieuwe tweekleppige, een nieuw mosseltje. Moet je kijken wat een brokken het zijn. Schitterend toch? Allemaal trompetjes. Nou, daartussen moet ik hem vinden. De gebogen traliemossel, daar is Martin naar op zoek. Ik zie hem al zitten. Een paar weken geleden ging hij op pad met visser Piet. En ik zie ineens een slakje dat ik denk, ik weet niet wat het is, maar nog nooit gezien. Dus in een potje. De intentie was om hem naar een slakken-expert te sturen, maar die slakken-expert belt Martin ineens. Een duiker heeft bij de Wijkertunnel een nieuwe mossel gevonden. Ik zeg, nou die staat hier waarschijnlijk al 3 weken op mijn bureau. Hij zegt, nee, Martin, hoe kun je nou zo slordig zijn? Ik zeg, nou slordig, ja, slakken is nou... Kijk, voor een boommatter ga ik mijn bed uit, maar voor een slakje niet. Na uitgebreid onderzoek blijkt het dus inderdaad een exoot te zijn. Hier zit er nog één. Zie je, dit is er ook één. Dat beest komt voor in de Golf van Mexico. En daar dan vooral in de monding van de Mississippi bij New Orleans. Nou, die is natuurlijk met ballastwater over de oceaan hier naartoe gekomen. Maar nieuw voor Amsterdam, nieuw voor Nederland. Nieuw voor Europa lijkt het, zetten ze er nog bij. Waarom die de gebogen traliemossel heet is Martin ook niet helemaal duidelijk, maar trots is hij wel. Een beetje dan. Dit is wel mijn grootste ontdekking ever. Als dat... Kijk, daar hoor je James Bond niet over praten in films.